Als je kijkt naar een aantal grote maatschappelijke vraagstukken, dus dat gaat bijvoorbeeld over klimaatverandering, dat gaat over de toenemende digitalisering. Een aantal vraagstukken die letterlijk en figuurlijk grensoverstijgend zijn. Dat zijn vraagstukken waar je je niet meer vanuit één discipline toe kunt verhouden. En die ook dermate complex zijn dat je daar andere vermogens voor nodig hebt dan alleen maar goed kunnen denken. Bijvoorbeeld ook goed kunnen samenwerken met mensen vanuit andere disciplines, maar misschien ook wel mensen vanuit andere landen. Het betekent ook dat je in hoge mate in staat bent om te gaan met complexiteit. En dat je niet alleen maar bij denken blijft, maar dat je ook leert doen. Nou, we kwamen dus met een klein groepje studenten, docenten bij elkaar in een klein kraakpandje op de Spuistraat in Amsterdam. Omdat we dus allemaal iets misten in onze eigen opleiding. We namen interviews af en op een gegeven moment hadden we dan voor onszelf geformuleerd wat dat was. En dat duiden we aan als bieldoen. Dus brede persoonsvorming en het leren nemen en dragen van maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dus niet alleen maar kritisch-analytisch leren denken, cognitie, maar ook expressie, ethiek, empathie, ondernemerschap. En we dachten, als dat is wat we missen, dan moeten we er misschien niet alleen maar over praten of over denken, maar dan moeten we het gewoon gaan doen. Dan moeten we gewoon zelf een alternatief gaan ontwikkelen. Het is eigenlijk opgebouwd in vier verschillende fases waarin je van jezelf naar de ander, naar de samenleving, naar wat ga ik dan veranderen in die samenleving gaat. En dat betekent dus dat je zowel heel erg bezig gaat met zelfreflectie, oefening van retorische vaardigheden, oefening van empathische vaardigheden, ethisch reflecteren, verschillende gespreksvormen, persoonsvorming dus. Als ook die stap leert maken naar wat ga ik dan vervolgens met de opgedane kennis en ervaring doen. Dus een week lang leveren studenten hun tablets, smartphones, laptops in en bewegen zich analoog voort. En gedurende die week houden ze een dagboek bij, een detox diary, om te reflecteren op wat die digitale onthouding met hen doet. Dat is dus bij uitstek een manier om jezelf te leren verhouden tot digitalisering, tot zo'n groot vraagstuk als digitalisering op een heel concreet en persoonlijk niveau. En als je ziet wat studenten daarvoor inzichten en ervaringen uithalen, is dat fantastisch. Mensen die ineens veel beter begrijpen hoe hun eigen aandacht werkt of gevangen wordt, bijvoorbeeld. Of hoe dat bombardement van prikkels een permanente invloed heeft op hoe ze zich voelen, bijvoorbeeld. Uiteindelijk willen we er niet zijn voor de happy few. Voor de alternatievelingen alleen maar voor de student, de leerling in Nederland. En dat betekent dat we heel graag willen samenwerken met de allergrootste vernieuwers, maar tegelijkertijd ook met de mensen die nog helemaal vastzitten aan en in het oude systeem, om er samen voor te zorgen dat we een kerntaak van het Nederlandse onderwijs, van het onderwijs überhaupt, bieldoen, waar weten te maken. Ik heb het idee dat bieldoen als ideaal door steeds meer mensen in het Nederlandse onderwijs omarmd wordt. Dat het belang ervan ook steeds meer wordt ingezien. Niet alleen door onderwijsinstellingen, maar ook door het bedrijfsleven, door de samenleving als geheel. En dat het nu de uitdaging is om ervoor te zorgen dat het geen hype wordt, maar om ervoor te zorgen dat we dat dan ook waarmaken. Bieldoen heeft geen zin als een mooi modewoord, maar wel als iets wat we werkelijk waarmaken in het onderwijs, door studenten en docenten zelf eigenaar van dat onderwijs te maken en door met het onderwijs te blijven experimenteren.